Robert, wat gebeurt hier allemaal bij de Radstaken? Nou ja, zoals je nou op een gegeven moment ziet, dan kijk je naar de Radstaken en dan is hij een beetje naakt. Want ja, onze eeuwenoude boom die is verdwenen. Maar de nieuwe die komt er weer, dus we zijn hem weer aan het aankleden. Een meer dan 3 eeuwen oude boom, waarom moest hij weg? Ja, hij was helaas ziek en we hadden hem al helemaal ondersteund. Zodanig dat we hoopten, zeg maar, dat hij er zelf doorheen zou komen. Er zat honingzwam aan de stam. Helaas is dat niet gebeurd en van najaar ging hij wel heel erg terug. Ja, en moesten we hem helaas moest hij weg. Er was geen andere optie meer? Er was geen andere optie meer. We hebben voor de afgelopen vrijdag nog samen met de bomenstichting 1 keer er heel goed naar gekeken. Maar nee, de optie was alleen maar weghalen. En een ratzaken zonder linden, dat is niet wat. Dus hebben we gezegd van, nou, dan moet er ook weer een nieuwe komen. En daar zijn ze nu mee bezig. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, vanmorgen vroeg, toen stond de kraan er al en de specialisten erbij. Daarmee is hij langzaam, hebben ze hem voorzichtig weggehaald. In een kwartier in de gelade is hij naar de apenhul. Dus daar krijgt hij nog een klein beetje een tweede leven. We hebben er trouwens ook nog, als je het over tweede leven hebt, wat genetisch materiaal van afgehaald. Dat gaan we weer planten. En het zal natuurlijk mooi zijn over een aantal jaren dat er weer een boompje uitkomt. Zetten we hem hier weer bij de ratzaken neer als zoon of dochter. Ik weet niet hoe precies dat in de bomenwereld werkt. Een mooi plaatje erbij van dit is de zoon of dochter van de oude boom. En wanneer kan het terras van de ratzaken eigenlijk weer open? Nou, we gaan er vanuit morgen. Dus, en dat deze nieuwe boom mooi aanslaat. En dan over een paar jaar weer heerlijk ons biertje kunnen drinken onder de bladeren dek van de nieuwe linden bij de ratzaken. Op naar de volgende 3 eeuwen. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als we dit materiaal allemaal kunnen bewaren. En als het over 3 eeuwen weer eens een keer nieuwe moet komen. Nou, dan kun je dat mooi zacht op elkaar zetten. Dankjewel. Alsjeblieft.